Hey mensen, Mark hier, Wardline is die met vandaag weer een nieuwe video omtrent FIFA 20. Nou, allereerst super bedankt voor rapport op recente video's. Zeker omdat het wat die, weet je, dooie tijdens met FIFA en het altijd kijken is wat je wel en niet moet uploaden. Waardeer ik het enorm. Weet je, ontzettend bedankt daarvoor. Ook bedankt voor 108.000 abonnees. Ik had dat niet door, maar bedankt daarvoor. En deze video is een starter team wat ik van plan ben om te maken. En de reden dat ik deze video dus ook doe is, ik vroeg recent op Twitter van, ik heb eigenlijk geen idee wat ik moet uploaden nu, omdat ik heel erg twijfelde om welke ideeën goed waren en welke niet. En bepaalde mensen stelden voor van, die upgrades, dingen die ik laatst deed. En ook starter teams. Ik dacht, ja, start is allemaal lastig zeggen, maar je merkte aan de vorige video's, toch goed is, die je in het i'tje rechtsbovenin kan zien. Trouwens, een duimpje omhoog op deze video zou enorm gewaardeerd worden. Je kon de vorige video zien dat ik aangaf, dat ik meer aandacht wilde geven aan de Bundesliga dit jaar. En daarom dacht ik, ik ga voor een Bundesliga starter team waarvan ik denk, met combinaties van EA Access, met de Welcome Backpacks die je natuurlijk in het begin krijgt, het goed omgaan met je coins, in het begin coins kiezen in plaats van packs bij different rivals, dat soort dingen. Er zijn zat manieren om vrij snel aan coins te komen in het begin. En ik kan je ook zeker aanraden om te abonneren op een kanaal als Run the Foot Market. Dat zal ik in de beschrijving laten. Dat is fantastisch om te campen door het jaar heen. Ik wilde gewoon dit team maken waarvan ik denk, ik weet al hoe ik dit team in-game wil gebruiken. Omdat ik het ga testen met custom tactics die ik vorig jaar wel redelijk safe vond. En dan zien we wel hoe dat speelt. Dus zonder al te veel gedoe, laten we beginnen met het team. Als jullie ook al plannen voor een starter team, laat het dan zeker achter in de comments. Misschien hebben andere mensen dat wat aan, kunnen ze inspiratie uithalen of kunnen die teams combineren. En hebben we er allemaal wat aan, dus laten we beginnen. Abdul gooien we Radecki, wiens voornaam ik niet eens ga proberen, want zijn achternaam is al lastig genoeg. Fancy keeper van Bayer Leverkusen. Nou, een redelijk semi-hoge rated keeper durft te nemen in de Bundesliga is omdat na Neuer zijn ze allemaal nooit echt duur. Nou, je had wel Svaarman, omdat Ralf Veerman moet ik eigenlijk zeggen, die altijd wel redelijk prijzig was, omdat mensen wisten hoe fucking goed die presteerde, of die nou non-rare was of rare. De kaart deed altijd fucking goed, tot het punt dat hij bijna beter leek dan Neuer, maar die is dit jaar uitgeleend aan Norwich, waar hij geen basis speelt, kennelijk, ik weet niet waarom, maar hij is er niet meer. En Radecki is zoiets van, als ik dan voor een Bundesliga team ga, dan heb je er een paar. Je hebt Kasteels, die kan prima keepen, Jarstein, die kan prima keepen, je Burki kan je nemen. Radecki was in FIFA 18, weet ik nog, echt een vreselijke team season kaart, dat is degene waar ik hem aan herinner. Maar ik heb het gevoel dat, gecombineerd met het vorige prima seizoen dat Leverkusen had vorig jaar, denk ik dat hij zal geen slechte keeper zijn. Stats in het begin. En naarmate je wat coins verdient, kan je altijd op een gegeven moment upgraden naar Neuer. Neuer is altijd fantastisch in FIFA. Dus alleen maar redelijk safe keuze. Ook niet de allerkleinste of zo. Geen Keylor Navas-achtige dingen. Dus we zetten hem op doel. Rechtsback, eentje die iedereen waarschijnlijk gaat gebruiken. En is ook niet heel gek. Want sinds de transfer hebben heel veel mensen het erover. Het is namelijk Kevin Mbabu. Sommigen zullen hem kennen vanwege zijn team season kaart vorig jaar. Die was fucking fantastisch. Heel veel mensen probeerden met een team te werken en terecht. Dat was een heel erg goede kaart. En zijn base kaart is natuurlijk een stuk lager, een stuk minder stats. Maar wat hij wel is, en dit jaar ook al qua base kaart, is hij is vrij snel, heeft prima lengte, heeft goede physical. Dat je denkt, voor de starter rechtsback, bear in mind dat de Bundesliga staat sowieso niet echt bekend in het algemeen over geweldige rechtsbacks. Voor een team dat je early game wilt gebruiken, zeker als je twee teams gaat gebruiken in het begin, zoals ik waarschijnlijk. Als jullie meer starter teams willen zien of teams waarvan ik denk dat ik ze ga gebruiken, laat het dan vooral weten in de comments. Maar voor een Bundesliga starter team is hij wel eentje van ik zeg, hij lijkt me de beste optie. Op een gegeven moment zal ik zeker bijvoorbeeld upgraden naar een Kimmich of naar special cards die hier komen. Maar de reden dat ik nu voor hem denk is, je gaat een beetje voor zekerheid, weet je. De combinatie van een paar dingen die altijd belangrijk zijn. Mensen willen altijd pace, story adding, altijd zo geweest of het relevant was of niet. En dat blijft gewoon een ding. Dat willen ze gewoon altijd zien. Als hij een beetje kan verdedigen, vinden mensen het vaak al prima. Kijk maar naar de Marcos door de jaren heen. En physical is altijd welkom, want of headers nou belangrijk zijn of niet, iemand van de bal kunnen beuken is altijd handig. En daarom is hij rechtsback. Dan komt Akanji, maatje van Zwitserland. En van wat ik begrepen heb, van onder andere Reddit, van EA Fora, van allerlei plekken, gaat Akanji waarschijnlijk een redelijke upgrade krijgen aan het begin volgend jaar. Nou, Bundesliga is, zeker vorig jaar, en ook eerder jaar, was best wel schaars qua degelijke centerbacks. Toen hij nog goed was, had je natuurlijk Boateng. En dat was het. Hummels kon soms wel, alleen was ook weer een net niet kaart. Nou, wat het geval zal zijn is, van wat ik mag begrijpen, Süle zal hopelijk een redelijke upgrade krijgen. En dus ongeacht, als Süle 60 plus pace heeft, ga ik hem ook zeker een keer een kans geven. Maar Akanji had al een vrij rappe kaart op zich. En als hij 80 plus verdedigen en physical heeft,
dan ga ik hem sowieso een kans geven. Dit is een kaart waarvan ik zeg, ik heb er wel vertrouwen in dat die prima gaat zijn. Early game zie je heel vaak dat mensen voor de snelle centerback gaan. Gewoon omdat je dan zoiets hebt van, oké, mensen weten nu precies hoe alles werkt. Maar als je pace hebt, dan kan je in ieder geval fouten herstellen en er snel achteraan gaan. Dus hij is de eerste. Daarna neem ik Kevin Vogt. Na de afgelopen 2 jaar, als ik het goed zeg, sowieso vorig jaar, maar ik weet niet of hij ook in 18 al was, was het een heel betrouwbare kaart. Vorig jaar waren er mensen die meer dan 1 miljoen, zeg maar in totaal, is hij meer dan 1 miljoen keer gebruikt. Zijn Champions League kaart zijn plus 1. Waarom? De kaart was snel, de kaart was goed in de lucht, kon goed verdedigen. Hij deed de job. Vraag niet waarom, want het was niet een kaart die nou echt geweldige stats schreeuwde. Maar het was wel een kaart waarvan je zegt, early game, dit kan je wel gebruiken, daar kan je best mee wegkomen. Een linksback is een lastige, omdat de Bundesliga heeft nu, zeker voor de vroege fase van de game, heeft 2 belangrijke opties erbij. Gezien het feit dat ik verwacht dat hij een degelijke upgrade krijgt, niet extreem, maar gewoon goed genoeg, Roussillon kan een goede zijn. Zeker vind ik, en dat baseer ik puur op het feit dat hij hem season had, ja. Maar je hebt ook Nico Schultz. En ook van hem verwacht ik dat hij wel een upgrade gaat krijgen. Nou, Schultz is een lastige, want het zou in het uiterste geval zo kunnen zijn dat ze hem links mid maken. Ik denk persoonlijk dat hij left wingback zal zijn, wat betekent dat je hem gewoon linksback kan maken. Want dit jaar was het zo dat je toch 1 miljoen keer die left wingback, de leftback kaart spekte. Maar het is tussen Schultz of Roussillon. De reden voor Roussillon is, als je dan nog op een gegeven moment je team wat meer een hybrid wilt maken, Roussillon dat Franse, dan maak je het altijd wat makkelijker om te linken. En Duits, buiten de landsgrenzen om, gaat dat toch vaak net wat moeilijker als je zoekt naar goede Duitse spelers. Dus we gaan voor Roussillon hier, zelfs verhagelijk als een Babu. Redelijk sterk, prima stats, vooral veel pace. Vooral veel pace. Dat is waar het om gaat, laten we eerlijk zijn. En de eerste van de 2 CM's die eigenlijk CDM gaat spelen dan in-game is dan Zakaria. Nou, als je hem niet kent, kan ik begrijpen. De enige reden dat mensen vrij van vorig jaar nog herinneren is dat een fitness kaart die niet super duur was en vrij goed presteerde in-game over het algemeen. Dat vrij prima steeds voor die tijd van het jaar. Maar hem gaan we sowieso proberen. Ongeacht of je vol Bundesliga wilt gaan of niet, het driehoekje van een Babu, Kanji en dan Zakaria is er eentje waarvan ik zeg, het kan haast niet anders dan dat dit zeker early game echt een prima setje is om te gebruiken. Had vorig jaar prima allround stats. Belangrijk vooral dat hij een beetje fysiek nog wel aardig wat kan. Zeker early game heb ik zoiets van als het maar degelijk genoeg is. Weet je, dan gooi ik er iets van een powerhouse op. Of iets van een beetje een Guardian chemistry style. Iets dat ze verdedigen boost. Kunnen we dat altijd nog doen. Zijn pace was vorig jaar ook prima. 70 plus early game is iets waarvan ik zeg dat op CDM's daar kan je maar mee wegkomen. Dus dat gaan we zeker doen. Tweede CDM doen we dan Delaney. Big fan van de kaart vorig jaar. Big fan. 75 plus, hopelijk op elke kaart zit sowieso. Maar wat ik van hem vorig jaar en waarom ik hem dit jaar weer wil gebruiken, is vorig jaar was zijn special card, waren echt heel erg consistent. Packed op een gegeven moment ook zijn red in form. Was heel erg chill om te gebruiken. Goede reviews altijd van hem gezien. En het handige is altijd, dat probeer ik altijd als ik 4-2-3-1 speel in FIFA, 1 echt heel erg sterk CDM hebben en die andere een beetje een allrounder, box-to-box typetje, altijd handig dat je type in Aaron Ramsey. En dan denk ik in Bundesliga aan Delaney. En dat kun je op een gegeven moment dan upgraden naar Goretzka. Maar Delaney lijkt me een heel goeie om mee te starten. Dan Cam, die ook in een 4-2-3-1 op Cam gezet zou worden, is Sabitzer. En de reden daarvoor is vorig jaar, als ik keek naar Bundesliga cams voor de vroege fase van de game, die ik centraal wil beginnen, dan kan je zeggen, oké, je start 4-2-4 en dan zet je daar een spits die je dan terugschuift naar Cam. Alleen, dat heb ik vorig jaar wel eens geprobeerd en dat werkt niet altijd even chill. Dus wat we dit jaar gaan doen is, we gaan iemand gebruiken als Sabitzer. Wat in het begin prima werkt. Games is natuurlijk niet meer, dus dat is op den duur geen optie meer. Dan kunnen we altijd nog kijken. Maar Sabitzer is iets waarvan ik zeg, oké, die had vorig jaar prima snelheid. Prima allround cam stats. Natuurlijk geen verdediger of zo, dat kon hij niet. En zijn physical liet ook te wensen over. Maar hij kan hetgene waarvoor je hem haalt. Gewoon een beetje het creatieve. Iemand waarvan je zegt, oké, hij kan padpassen. Hij heeft aardige dribbling, aardige passing, aardige shooting, aardige pace. En veel meer veel eisende ben ik niet. Ik ben niet extreem veel eisend qua skill moves en weak foot in het begin. Een beetje 3-ster is gewoon een minimum. En een 4-ster in een van de 2 is mooi meegenomen. Maar Sabitzer lijkt mij een redelijk stabiele optie. Nou, rechtsbuiten. De Bundesliga is natuurlijk eentje kwijt voor dit jaar. In de vorm van Arjen Robben is natuurlijk met pensioen. En je kan een paar dingen doen. Sancho zal waarschijnlijk 84 worden. Dat lijkt zo te zijn. Die stats waren geleakt via Twitter natuurlijk. Dat kan je meegekregen hebben. Schijnt 79 composure te hebben. Ik weet niet wat daarvoor klopt. Maar dat is er eentje die je op den duur kan doen. Zeker omdat Sancho natuurlijk een van de, niet de coverster is, maar een van de posterboys voor de game, is die natuurlijk extreem geboost. En daarom kijk je early game. Oké, wat zijn goede rechtsmids in de Bundesliga?
En dan kijk je eigenlijk altijd naar Karim Shnalarabi. Dat is er altijd eentje. Altijd Karim Bellerabi kan altijd prima. En ik gaf het ook in die vorige video aan met die hyperlinks. Op den duur wil ik upgraden naar Hazard. Maar Bellerabi al jarenlang in FIFA. Prima dribbel. Heel goede pace. Passing en shooting zijn voldoende. Kunnen natuurlijk beter. Maar als je hem als rechter aan van de middenveld gebruikt in de 4-2-3-1, is het gewoon belangrijk dat je hem op tijd afpaast naar iemand die beter kan schieten. En met zijn pace en prima dribbel kan je denk ik makkelijk wegkomen met de stats die hij heeft. En dan kan je altijd vrij snel denk ik upgraden naar Forgunazar. Spits gooien we Plea. Ook dit lijkt me een vrij logische keuze. Vorig jaar 4-star skills, 3-star week, verhoogd normaal werktempo. Hij is 5'11", wat 1,81 is geloof ik, of 1,80. En dan is een prima lengte voor een spits. Wat hij vooral bood vorig jaar, en dat is waarom ik hem in het begin zo chill vond om te gebruiken. Ook op een ander accountje dat ik nog een keer runde. Hij heeft goede pace. Goede dribbling. Oké physical. Goede shooting. En prima passing. Nou, ik ben niet echt van de clearkasten qua spitsen. Ik hou van spitsen die een beetje kunnen passen in FIFA. Is altijd handig. En hij is er eentje waarvan ik in de Bundesliga, want er zijn best veel alternatieven voor hem. Maar hij is er eentje van, ik zeg, heel chill om te gebruiken. Volland heeft een raket van de linkervoet. Alleen die heeft 3-ster. En dat vind ik niet echt ideaal. En Player was er vorig jaar eentje van, ik zeg, ja, zeker beter. Linksbuiten gooien we dan Leon Bailey. En ook in de Bundesliga dit jaar zou je een paar opties hebben. Rechtsbuiten zou je trouwens misschien ook nog dit jaar, afhankelijk van of die rechtsbuiten zal zijn, Serge Gnabry hebben. Maar linksbuiten gaan we voor Leon Bailey. Waarom? Op den duur zou je misschien wat betere opties hebben. Ik verwacht dat Brand een betere kaart zal zijn. Niet zozeer qua pace, maar gewoon qua overall stats. Kingsley Coman, Perisic, zullen allemaal betere kaarten zijn. En je weet dat ik Perisic op een gegeven moment ga halen. Maar Leon Bailey heeft vaak goede longshots. Goede pace. Goede dribbling. 4-star skills. Prima voor in het begin. De snelheid, de dribbel, dan kun je er langskomen. Als je zeker op een gegeven moment de shooting mechanics een beetje onder de knie hebt, denk ik dat je met hem een prima kaart zou hebben voor in het begin. En als je nou overall kijkt naar dit team, dan denk ik, is er eentje waarvan ik zeg, met alle middelen die je nu hebt om aan coins te komen, kan je dit team denk ik vrij snel maken. Je kan, vanwege de spelers hoe ze staan, kan je altijd nog wat dingen omgooien, zodat je bepaalde spelers wel kan gebruiken. En bijvoorbeeld de rechter driehoek, die van Zakaria, Akanji en Babu kan je vervangen. Er zijn zat manieren om dingen te doen. De Bundesliga heeft heel veel opties, waardoor je sterke links een paar kan pakken en dan hybrids ervan kan maken. En dit is toch wel een teamje, omdat ik op de Bundesliga wil focussen, van ik zeg, ik denk dat ik dit wel ga gebruiken. Ik ga dit proberen op mijn Missy Mark account. En dan zien we wel hoe en wat. Ik dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Als het zo is, laat het dan vooral weten in de comments. Als jullie meer van dit soort dingen willen zien tot de release, laat het dan ook zeker weten. En dan kan ik daarvoor zorgen. En zie ik jullie later. Joejoe.